Hey yo kijkers van Shadow Games 23, ik ben Ronald en vandaag heb ik voor jullie een nieuwe aflevering van GTA 5. En jongens, vandaag gaan wij weer met Franklin wat doen, want het is al een hele tijd geleden sinds wij weer wat met onze Mattie Franklin hebben gedaan. Ik zet even mijn mic wat anders neer hoor. Oh god, nou tonnetje naar beneden, geweldig. Tuurlijk Mike, doe maar lekker. Niet wat je hoort te doen. Even kijken. Oké, goed. Nou, eens even zien. Wat staat er allemaal op de kaart? Op de kaart? Op de kaart? Even kijken. Michael. Even kijken. Oh ja, we konden volgens mij geld ophalen bij Michael. Dan konden we nog een Strangers in Freaks missie doen. En dan konden we nog een Tonya Strangers in Freaks missie doen of zoiets. Ja, volgens mij wel. Oké. Eens even zien. Carbine Rifle has been... of is available in a range of color supply. Okay. Laten we eens kijken wat het allemaal inhoudt. Nee, verkeerde knop. Kom op, dat. Ja, even zien. Texts. Oké. Michael, meet me in my place. Nou, wat staat er van die meuk dan? E-mail staat waarschijnlijk daar. Ja, ammunition. Carbon rifle, extended magazine, suppressive flashlights, scopes en grips, de tear gas grenade. Hoeveel geld hebben we? Oh, maar 200, dat is lang niet genoeg. Is er ook een auto hier ergens? Oh my god. Nee, Franklin, even rennen. Niet gaan slaan in de wilde weg, dat heeft geen zin. Waar is mijn autootje dan? Is mijn autootje er niet? Nee, mijn autootje is er niet. Poepscheet. Nou, dan gaan we maar eens een autootje pakken dan, denk ik. Of niet dan? Auto. Geen taxi, alsjeblieft. Doe me een lol. Even kijken. Auto. Een beetje snelle auto graag, want... Anders dan duurt het uur voordat ik er een keer ben. Ja, jij volstaat wel. Je hebt wel een goede auto. Kom maar. Geef maar meneer. Dankjewel. Ga maar weg. Oké, dan. Oh god, ik moet het waypoint nog zetten natuurlijk. Nou, kom op, hup. Oké, helemaal daar naartoe rijden. Oh my god, het gaat echt uren duren. Oké, draaien met de merk. En hier langs. Oké, dan. Hopelijk is het een beetje een snelle bak. Waarschijnlijk niet. Het is waarschijnlijk zo'n oude oma auto. Dat is altijd zo namelijk. Even kijken. Hé, hier is de ammunition. Oké, dan. Eens even zien. Waarom rijd ik toch altijd verkeerde GTA? Ja, wat is dat toch? Nou, gaan we hier maar langs. Who gives a fuck? Even kijken. Ik niet hoor. Hier langs. Nou, de auto is best wel redelijk snel. Dat scheelt. Ik vraag me af hoeveel Michael voor ons in petto heeft. Qua geld dan, hè. Ja, toet. Dat was het deuntje van de McDonald's. Ik wou zo toet. Of nou, laat maar, ja. Nou, hup. Hey, kijk eens aan. Dat snelle autootje. Geef die maar, dank u wel. Dit is een traag kut oma auto. Die hoef ik niet meer. Ja, optieven. Drekkenek. Dit is nu voor mij. Dit is nu mijn autootje dood. Even kijken. Oké, goed. Vroom, vroom. Aan de kant meneer de vrachtauto, ik moet er langs. Ja, jij ook even moven. Yo, ik kom eraan, dus dan moet iedereen altijd aan de kant. Hè? Dat is gewoon regels gewoon. Zien we zien. Oké, dan. Oké. Nou, dit is een redelijk snelle auto, dus dat is mooi. Oh, godverdomme. Ga nog moven, gast. Ik rij hier. Zie je dat niet of zo? Lekker even zo'n snelle bak. Oh god, nee. Verkeerde knop. Oh god. Ja, ik wou wat verder uitzoomen. Alleen, nou, moven. Jezus. Oké, dan wel. We zijn bijna bij Michael's place. Even kijken. Ja, nou, geweldig. Oké. Toet. Zo, prachtig geparkeerd, Franklin. Zoals gewoonlijk. Even zien. Oké. Zou die auto's van Michael er nog zijn? Ah, ik ben de Assassin's Creed controls nou gewend. Poep. Staan de auto's van Michael er nog of niet? Oh, dat kan Michael alleen zien natuurlijk. Eens even zien. Oké, goed. Michael, buddy. Waar is die dan? Is die in de woonkamer? Oh, hij is hier in de woonkamer. Hey, drinken. Mag ik ook wat? Thank you. Ja, yeah, mooi bak beroofd. Of nou ja, het was een juwelier. Nou, we might actually have a little spending money left after we pay off that psychotic Mexican motherfucker. Cheers. So that's that, right? Nou, hoeveel hebben we dan? Voor het ratemet. Ja, en wie mag jij er wel zijn, meneer de inbreker?
Trevor? Wie de fuck is Trevor nou weer? Even maken als vijanden of zo, een vriend. Wie de fuck? Albert Story had a lucky escape when the thieves ran straight into him. Yeah, I was just doing my job and I said to this guy, hey, you gotta move these bikes. Niet die zaak, hè. Oh, dan gaan ze helemaal een held maken daarna. What the fuck? Ik speelde GTA 6 een lange tijd en jawel, in de fucking eerste paar minuten zie je deze meuk alweer voorbij komen. Trevor, baby, you wanna smoke up now? Dat is dus Trevor. Trevor, you been with my girl again? The fuck? Johnny? Hey Johnny, Swa van The Lost and Damned. Hoe gaat het, Swa? Hoe gaat het in Liberty City? Geweldig. Nou, Trevor, je bent een dead man. Leuk je gekend hebben. Moet je maar niet met het meisje van Johnny aan de haal gaan. Fucking my girl, man, it's wrong. Dat klopt, dat is fout. You want me to fuck you instead? Is that the problem here? Take off your pants, cowboy. All right, let's fuck. You think genius. Get them off! I told him to leave it, Trevor. I told him. Leave it. Leave it. Shut up, Ron. I'm about to fuck me a method, ain't I, cowboy? Get my boy sucked from his toothless gums, huh? Fuck you, Trevor. The fuck? I still love her. Wat is dit voor zieke gast? I know, cowboy. It's okay, man. Oh god. Fucking shit. Cut. What the fuck wel? Die gast moet naar een psychiater. Heeft hij nou zojuist Johnny vermoord? Die gast is echt mentaal niet goed wijs. Jezus. Hij is dood, dat gaat niet meer hoor. Trevor. Wait. The fuck is die gast? Nou, je kunt in ieder geval één ding zeggen. Hij is niet dood zoals Michael beweerde. Oh god, we moeten hem nu zijn. Is dit zijn auto? Jezus, wat een krat hè. En hij woont in een woonwagen of auto ding. Jezus, nou, iedereen aan boord. Oké, ik ben helemaal zo van, what the fuck gebeurt hier? Go to grape speed of zoiets. Oké, het zal wel. Dit ding is waarschijnlijk geen Speedy Gonzales, maar het zal wel. Nee, inderdaad. Oh god, ik vlieg er wel mee uit de bocht. Nou ja, ik rijd even verkeerd. Oh, epische quartz op de weg. Jezus, waar zijn we in godsnaam? Nou, kom op. Had je een betere auto kunnen nemen, Trevor? Een mooi Porsche of zoiets. Dit ding is echt langzaam als de pest, man. Jezus. Dit is echt zo'n Jostie-auto. Zo'n cowboy-auto. Zo'n redneck-auto. Oh god, hier af. Dingen wel lekker veel grip. Oh god, wat voor. Oh ja. Sorry meneer, aan de kant Trevor rijdt hier. En als Trevor hier rijdt, dan rijdt hij hier. Ik ga niet aan de kant voor jou. Als je dat soms denkt. Doet, moven, ik rij hier. Geneus op de weg steeds. Als ik eraan kom, dan moet je aan de kant. En helemaal als Trevor eraan komt, want hij is gewoon mentaal gestoord. Oh god, een hert op de weg. Gelukkig reed ik een mens aan. En dat hert heb ik gelukkig gespaard, dat is mooi. Ja, hand uitsteken, Jezus. Nou, mijn achterklep, geweldig. Nu kan Ron of zo, dus maar. Oh nee, dat is Ron niet. Ron die zit voor mij voor in de auto bij mij, het zal wel. Nou, we zijn in ieder geval bijna bij de plaats van bestemming. Ja, toet, ik moet te langs. Jezus, hé. Oh god, hier moeten we in. Hé, doet, we zijn er. Oh, wat is dit nou? Motorclub, ja. Hey, you seen Ashley Johnny's looking for? Oh god, is dit de crew van The Lost? Vind ik shotgun erbij? Ja. Johnny ain't gonna be cool if you messing with her again. Oh really? Well, you
You don't think so, huh? Well, why don't we just ask him then, huh? Hey, hey, cowboy, you mind that I fucked your old lady? Sorry, what was that? Well, no, you don't mind? Oh, because you're a dead man? And the only sentient part of you left is this little bit of brain and the gristle on the end of my boot? Well, thank you very much, cowboy. Bullshit. Oh, I like it, denial. Jezus. Mag wel aan één kant eigenlijk. Koele motor eigenlijk. Nee, hij is echt dood. Geloof me maar. Dat was echt een stukje hersens van Johnny. Geloof het. Ben je ook eigenlijk mooi klaar mee. Ik heb The Lost and Damned voor GTA 4. Alleen, daar ben je eigenlijk best wel mooi klaar mee. Dan heb je dat helemaal gespeeld. Dikke serie ervan gedaan. En dan uiteindelijk GTA 5. En dan gewoon in één keer is Johnny gewoon dood. En dan zit je echt met zo'n kop van... What the fuck? Ik heb ooit eens een keer wat geüpload van The Lost and Damned. Dat waren de eerste twee afleveringen van een serie of zo, maar ik ben er niet meer verder gegaan, want... Nee. Er was niet zo heel veel aan en zo, dus ja. Nou, ik moet het busje volgen, dus oké. Ja, ik ram die motor al even van de weg af. Want ik ben in een truck en ik kan kennelijk harder. Oh, LB to shoot. Oké. Ja, wat rustig, hè? Oh god, jezus. Tuurlijk, ram maar weer een steentreffer. Kom op, hé. Wauw, hij is ook kastje wijlen. Oké. Nee. What the fuck? Leef jij nog? Nou, kom op, hup. Erin, ik heb die uren de tijd, man. Kom op, hup, schiet op. Ja, oké. Jezus. Nou, we moeten die hele missie waarschijnlijk opnieuw doen. Oh nee, daar rijden ze. Oké. Ja, I'm coming. Oké, nou aan de kant met die rotbak binnendoor. Oké dan. Nog wat ankers. Gebruik ze. Oké. Yeah. Oh shit, niet weer capsaicin hier. Zullen we even binnendoor gaan? Lijkt me wel, hè. Binnendoor weg. Ik heb immers een jeep. Ik bedoel, dat kun je me beter gebruiken ook, of niet? Jongen, hier rijden ze gewoon. Ik ga ze gewoon helemaal pakken en zo. Ja, dat het cool is. Oh god, wait! Nou, kom op, hup, met je hoofd. Dan zijn we even kwijt door jouw uitvalkunsten. Nou, kom op, hup, oké. God, oké. Nou, vanaf nu gaan we gewoon maar over de weg rijden, want dit lijkt nergens op. Oké. Wait, ga niet gewoon zitten. Doe een gordel om of iets in ieder geval. Dit is echt niet normaal. Hoe moet ik nou snel gaan en het busje inhalen als Wade gewoon niet in de auto kan blijven zitten? Hier naar beneden, oké. Oh, kijk, daar hebben we hem dus weer. Ja, oké, dat is één. Nou, dat is eigenlijk nummer twee, maar goed, dat maakt niet uit. Het is de eerste ding die je hebt geknald. Nou, wat moet ik dat busje doen? Moet ik die eraf maaien of zo? Oh, godver. Hou hem, oké. Moet banden kapot maken, jongen. Kom dan, hè. De band kapot te maken. Zo, ik moet wel een band geraakt hebben, denk ik. Hoop ik. Shit, kijk, dit is echt een scheidbak. Echt serieus. Mag hopen dat het niet de auto van Trevor is. Ik heb volgens mij de bestuurder geraakt of zoiets. I don't know. Nou, god, kom hier, ga... Jezus, waarom stopt mijn auto? Oh, ik moet stoppen hier, oké. De yellow bar, oh, ja, oké. Moet ik die lui voorop knallen waarschijnlijk? Ja, take down the bikers. Oké, copy that. Nou, kom hier. Shit, gek. Oké, dit wordt helemaal niks zo. Nou, waar is iedereen dan? Ja. Ja, oké dan. Trevor's special ability, ja, heel leuk, meuken en zo. Oké, nou, ik heb in ieder geval een beetje gelezen wat die special ability een beetje inhoudt. Oké, ik heb een shotgun, dat is cool. Jongen, dood, dank u, ja. Oké. Nou, moeten we nog even wat meer bikers kapot maken. Oké, dat zal wel. Oh, verdomme, net mis, hè. Echt. Nou, kom nou jongens, zijn jullie? Kom op. Ik wil wat meer doden. Bam, dood. Shit, gek, ik word helemaal doodgeknald hier. Busjes en alles. Bam! Die zorgen ze niet aankomen.
Dood. Goed zo. Het was door de hele auto heen geweldig. Nou, wat zijn jullie dan? Kom dan, hè. Stelletje bikers. Ik vreet ze allemaal op. One by fucking one. Ja, kom dan. Jongen, ga die rondjes zitten lopen. Hè. We dekken die mogel wel. Kom, 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 kom. Boom, die zeg je niet aankomen. Nou, bam, zoals nog in je hasses. Oké. Okay. Oh god, ben ik casuele. Snel even dekking zoeken hier, want. Er is er hier nog een. Er is nog zo'n stinkende biker. Waar is die dan? Bikertje. Bam, jongen. Nou, kom op. Regen is even health. Trevor. Of kun je dat niet of zo? Oké. Okay. Nou, ze zijn dood, dus. Moeten we nog meer doen of. Oh, meer. Yes. More to slaughter. Eens even zien. Oh, veel meer. Dat is mooi. Eens even zien. Ja, boom, daar is één. Zo. Kunnen we hier overheen springen? Ik hoop het. Ja, dat kan. Fucking Assassin's Creed. Dekking, nee. Trevor, wat doe jij, emu? Jezus. Trevor died. Ik let er weer niet op. Ja, retry. Jezus, Trevor. Why you do this? Oh, die stoel. Het is echt. Ik moet echt een andere stoel hebben, jongens. Dit is echt verschrikkelijk. Het is niet dat hij niet zit of zo, want dat ding is gewoon poep. Ik heb in ieder geval een shotgun, dat is nice. Take down the bikers. Dat weet ik ook wel. Hoef je me niet te vertellen. Dat ik dat ontploft zometeen. Dat is mooi. Jongen, ik ga gewoon in een auto. Gewoon ze allemaal plat rijden. Laten we dat gewoon doen. Ja, zo. Geef dat hier. Hup, rijden, hup. Rijden. Meukosaurus, kunnen wij het meuken? Meukosaurus, meuk en of. Tan, 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 tan. Ga dood, ga dood. Jij emu. Jij ook, jij bent ook een emu. Dekking, nee, Trevor. Jij bent echt een poepgrasje. Kerel kan niet schieten. Hup, retry. Ja, ik kan echt niet schieten, want ik bestuur dat dingetje. Oké. Okay. Die aanpak werkt dus niet. Oké. Okay. Nou. Ja, dood. Ja, oké. Okay. Hebben we geen beter wapen? Ja, we hebben dat denk ik. Dat is goed. Gewoon even bammen. Helemaal mooi en zo. Oké. Okay. Goed. I got them good. Even kijken. Oké, okay, laten we alles even exploderen. Oké, okay, dat nog even kapot. Step right up, step right up. Even kijken, kom op. Waar zijn er nog meer dan? Huh? Where are they? Bam, dat is één. Bam, dat is twee. Nee, dat is niet twee. Dat, bam, dat is twee. Nee, ook niet. Bam, dat is twee. Jezus! Er zat er gewoon... Wat? Twee shotguns? Er stond er gewoon één naast mij. Oh, ik ben zo slecht hierin. Oké. Okay. Ik ga het halen. Ik ga het halen nu en wel en zo meuk. Ik heb een fucking shotgun. Ik moet gewoon deze kant langs. Deze kant is veel beter. Take down the bikers. Dat weet ik spelletje. Jongen. Ja, oké. Okay, zoek maar even dekking hier, want bam, jij dood. Bam, jij dood. Oké, dan. Trevor's special ability increases the damage he inflicts on enemies and greatly reduces the damage he takes. Wel, daar ben ik blij om. Ja, ik weet dat jij hier achter die auto zet. Bam! Hoef je echt niet moeilijk om te doen. Oké, okay, ja, zoek hier weer even dekking achter, want ze komen weer daar van bovenop het dak. Ja. Jongen, dat is mis met jou, echt serieus. Boom! What the fuck? Waarom schoot hij daarop? I don't mind. That's nice. Ja, even. Ja, oké. Holy shit, man. Er staat hier gewoon in. Niet weer het op me gaan sneaken. Dat haat ik echt. Ja, kom dan, hè. Boom! Gewoon wegwezen. Straks ontploft de hele meuk hier. Even kijken. Oké, okay, zo. Dat even. Er kwam hier toch ook zo'n auto voorbij of zo? Of was die al voorbij gekomen? Zal wel. Ta 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 ta. Ze hebben wel een mooi plek hier.
Allemaal mooie woonwagens en zo. Prachtig. Yolo Polukets. Dood. Oh god, nou komen ze hoor. Nou gaan we het beleven hier. Nou gaan we het beleven, jongens. Hé, jongen, lul aan, is gedood. Ik moet even regen hebben. Dood. Nee. Oké. Kom dan, bitch. Kom dan, hè. Had je wat of zo? In je poot en in je... Ja, oké. Dat was wel close. Maar... Ik ben niet voor de poes, hè. Nou, kom dan toch ook, man. Waarom flikkeren ze in één keer blauw-rood? De fuck, man. Ik kom hier. Return to the truck. Oké. Okay. Hey. Health. Dank je. Dat is mooi. Nou, kom op, Trevor. Een beetje doorwandelen met je hasses. Dan zijn we voor het donker nog bij de wagen. Als je even kijken. Oh, de wagen is vlakbij. Hey, mooi busje hier. Ja, in de truck. Ik heb gisteren om weer uren te wachten op Wade en Ron en al die lui. Jongen, Wade! Ga nou in de wagen dan. Dit is nog eigenlijk gereid. Ja, doei! Go to Riverside Trailer. Oké, okay. Oh god, verkeerde kant. Oké, okay, even hier langs, even binnen door, waar? Ring! Zo! Kijken. Ik ga niet met een jeep fucking op de weg rijden, tenzij het moet natuurlijk. Wat denk jij nou dan? Shit, gast. Oké. Okay. En het is veel sneller ook nog. Illuminati? Wat is er met Illuminati? Oh god, jezus. Dat is een rivier. Ja. Oh, hier moeten we wel... Hier moeten we wel... Oh, dit moet wel... Nee, dit halen we niet. Oh, ja, dit halen we wel. Jezus, een hert. Roar, gedood. Oké. Okay. Oké, okay, goed. Ja. We zijn er. Hallo. Anybody home? Wie woont hier? Mooie satellietschotel. Holy shit. Die gasten waarschijnlijk 1 miljoen zenders. Nou, wat gaan we doen? Wat is die gasten allemaal te zwaaien dan in zijn huis? Push de trailer into the river. Oké, okay, dan. Yo! Huppakee! En nu maken wij van jouw trailer een doodleuke woonboot! Ja, wat rust! Plots! Haha! Nou, je mooie woonboot toch? Shaggy friend! Minecraft? Treaten Ortega. Oké. Mooi. Helemaal mee eens, Trevor. Ouwe mattie van me. Nou ja, ik krijg hem dus heel lang. Nou, kom op. Hup. Ik heb niet uren de tijd. Sta maar een beetje in, gast. Jezus. Tuurlijk, hier langs. Huppakee. Mooie off-road jeep. Het is wel een fijne jeep off-road, maar op de weg is dit ding echt schijt. Kijk, het bukt gewoon lekker overal overheen en zo. Of ja, overheen en doorheen en dat soort meuk. Kom op, Trevor. Hier moet je jeepje wel tegenop kunnen, denk ik, of niet dan? Kom op dan. Hup. Ja, dan niet. Nou, dan gaan we wel via de weg vandaag, hoor. Of dan, we moeten daar langs, dus dan gaan we ook maar hier langs. Zo. En het is paar tijd, dus wat dat betreft. Wee! Oh, wat bijna 360 hier zo. Zo, even door de bosjes heen hier. Nou, dat weet ik zo net nog niet. Als jij dood bent, dan zeg je dat niet meer, dus wat dat betreft. Wee! Goed zo. Red wel lekker snel dit. Hey, vliegveld. Of nou, vliegtuig. Geen vliegveld.
Of is er wel een vliegveld hier? Het zou cool zijn. Oh god. Dodging skills. Oké, zo, hier langs. Hoe ver moeten we eigenlijk rijden? Nou, het zal wel. Ik ploeg maar gewoon rustig door. Oh god. Oei. Dit is een grappig off-road rijden met deze auto. Dus dan moeten we echt mooi pimpen eigenlijk. Oh shit, gast. Nou ja. Niet stuk. Dat is mooi. Maar even kijken. Oh god. Mijn kap is er weer bijna hier. Dingen veel grip. Oh god, cactus. Dingen wel veel grip, alleen... Hij rijdt niet echt heel erg prima. Oh my god, een tractor. Geef mij. Cactussen. Hup. Ja, oké. Okay. Ja. Jezus. We hebben echt een pak aan gereden. Hè? Dus hier moeten we heen. Oké. Hey, volgens mij is hier Travis huisje, of niet? Want ik zie zo'n huisje op de map, dus het zal wel. Nou, volgens mij is Travis huisje, of niet? Ja. Er staat een huisje, dus het zal wel. Oh, Ron. Oké, dat is Ron's huis. Dan is het niet mijn huis. Oké, niet leuk. Heeft Trevor geen huis of zo? Ik klim over het hek en omdat het kan. Heeft Trevor geen huis? Dan is hij namelijk een sloeber. Jongen. Oh, oeps, dat moest ik niet doen. Ja, gaan we lekker schreeuwen, mensen. Ja, ik weet het. Laat ik maar even zo. Oké. Ik heb wapens. Fine by me. Nou, wat heeft dit te betekenen dan? Het zal ook mij allemaal een worst wezen, hoor. Oké, en nu? Oh. God, een zieke auto. En die is hier. Wauw. Dus ik moest gewoon 2 centimeter naar achter rijden. The fuck. Oh, nou, we waren dus wel bij Trevor's House. Dit is Trevor's Safe House. You can save miracles. Waar ik parking neem in een garage. Oh mijn god, wat een mooie Jeep heb je toch. You can save your game by sleeping in the bed. You can just look close in the dingetje. Oké. Oh my god, wat een zooi. Oh, wat een zooi, hè. Jezus. Zat hij nou gewoon te pissen en niet door te trekken? Holy shit. Autosave. Ja, sure, doe maar. A mission passed. Mr. Phillips. Oké, dan. Trailer trashed. Yes. Hoeveel geld hebben we? Hoeveel geld? Oh, 100. Oké, prima. Wacht, dat ziet er niet uit als 100. Dat ziet er meer uit als 100.000. Oeh, wat er staat. 100,654. En ik denk niet dat het zo achter de komma's gaat met dat geld vertegenwoordig. Oké, nou, we hebben zilver voor 70%. Dat is mooi. Maar goed, we hebben dus een nieuw kereltje unlocked. Kunnen we dus echt ook switchen tussen dingetje en zo. Tattoo Palers now available. Oké. Is dit nog weer rond? Ja, neem maar op. Wat is er? Then make it quick. That business thing's been set up. The Chinese guy, Mr. Chang, is at the inn. You said that on the phone? What the fuck is wrong with you, damn it, Ron? Now I'm gonna have to discipline you and you know how I feel about that. Oh god, oké, wel. Ik denk dat we rond gaan mishandelen de volgende aflevering. Oh my god. Oké, wel jongens, ik ga het hierbij laten voor vandaag. Vergeet niet om een like achter te laten als je dit een leuke GTA 5 aflevering vond. Je kunt ook altijd even abonneren voor meer GTA 5. Vergeet ook niet meer even te volgen op Twitter, @shadowgames23, want daar zie je alle uploads en zo. Dus bedankt voor het kijken. What the fuck. Nou, we hebben off-road events unlocked, dat is ook cool. Maar goed, bedankt voor het kijken, tot de volgende keer. En dit is zo'n aso. Maar goed, later mensen.